De 100ste Vierdaagse is in aantocht en daar wordt natuurlijk volop aandacht aan besteed. Zo ook door Museum het Valkhof. In het museum is momenteel namelijk een uitgebreide tentoonstelling te zien waarin je wordt meegenomen door de Vierdaagse van 1909 tot nu. In deze tentoonstelling is te zien 99 Vierdaagses, want dit jaar is die 100ste Vierdaagse te zien. En het is een historisch overzicht van al die 99 Vierdaagses die geweest zijn. Maar niet alleen dat, want we wilden ook eigenlijk heel graag aangeven, wat is die Vierdaagse, wat is dat? Dat die beleving, die verbroedering, dat gevoel wat iedereen zegt als die Vierdaagse loopt, wat dat betekent voor ze. Waardoor zoveel mensen nu ook dit jaar inschrijven voor die Vierdaagse, 50.000 zelfs, die deze Vierdaagse gaan lopen. We staan nu in het begin en we horen in de qua geluid horen we het nog, want daar start echt de tentoonstelling op de dinsdag om 4:00 s'nachts, wanneer echt altijd de Vierdaagse start op de wedren. Dus daar start je ook als bezoeker en dan lopen we hier doorheen. En hier ga je eigenlijk van het nu met de moderne lopers, loop je terug tegen de bezoekers of tegen de lopers eigenlijk in. En we eindigen dan hier met deze persoon in het verleden. Het probleem was eigenlijk foto's te vinden. Goede foto's van de jaren 70, 80, 90. Het liefst hadden we kleurenfoto's. Maar er zijn nog heel weinig hele duidelijke goede kleurenfoto's in die tijd. Met name de fotografen werkten toen nog allemaal zwart-wit voor de kranten. En dus eigenlijk om even dat gevoel te geven dat je als bezoeker tegen die Vierdaagse stroom inloopt. En dat je kennis maakt met al die Vierdaagse lopers uit alle tijden. En dan is de tentoonstelling zo opgebouwd dat er een hele tijdlijn door die tentoonstelling is. Al een beetje als rode draad door de tentoonstelling heen. Maar die wordt steeds onderbroken door verschillende thema's. En die thema's worden steeds uitgelicht. En dan in die thema's krijg je weer het gevoel van nu. Van wat is dat? Wat is gastvrijheid nu? Waar slapen al die Vierdaagse bezoekers bijvoorbeeld? Of wat is er in het leger? Waar slapen die soldaten? En wat is dat Heumersoord? Hoe ziet dat eruit? Wat je hier ziet, kleding van vroeger. Hoe mensen er toen uitzagen. En dat is natuurlijk het fraaie als je aankomt lopen en je ziet mensen in tenue van nu en allemaal high-tech kleren die je nu hebt, waardoor je minder snel zweet. En als je dan bedenkt dat vroeger ook in een gebreide truitje rondgelopen werd, is het toch even wel wat anders. Dat is wel afzien, ja. Ja, dat klopt. En wat zien we nu hier überhaupt, behalve dan deze trui? Nou, we zitten hier bij het beginjaar van de Vierdaagse, 1909. En het gaat in deze hele zaal eigenlijk over wat in het begin van die 20e eeuw heel gewoon werd, was lichamelijke opvoeding. En iedereen vond dat belangrijk om daar iets mee te doen. Dus je krijgt ook dat in 1908 ontstaat de Bond voor Lichamelijke Opvoeding. En uit die Bond van Lichamelijke Opvoeding ontstaat, samen met ook met een initiatief vanuit de militaire kant, ontstaat die Vierdaagse. Dus meestal denkt iedereen ook van, nou, dat is echt iets militair geweest. Nee, dat is het niet geweest. Het is echt dat samengaan van een idee en dat eigenlijk heel veel te maken had met de totale gedachte die heerste in het begin van de 20e eeuw. Maar 1909, dus dan zou eigenlijk 5, 6, 7 jaar geleden al 100 jaar Vierdaagse moeten zijn. Ja, dat klopt, maar dat zullen we straks zien. In de oorlogen, zelfs in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is niet gelopen. Eigenlijk telt het pas vanaf 1916. Nee, want we tellen mee 1909, maar dus daarom zeggen we ook 100ste Vierdaagse en zeggen we niet 100 jaar Vierdaagse. De stichting, de Vierdaagse kwam op ons af en stelde de vraag van ja, 100ste Vierdaagse is natuurlijk heel bijzonder. Met name, het is ook echt, de Vierdaagse is ook erfgoed van Nijmegen, van Gelderland. En daardoor vonden wij het ook belangrijk als museum om daar aandacht aan te besteden in de vorm van deze tentoonstelling. En de tentoonstelling is ook 100 dagen te zien. De tentoonstelling is geopend op 27 mei en is te zien tot en met 4 september. Kijk, 1919 is het eerste jaar dat een vrouw de Vierdaagse uitloopt. Dat betekent niet dat niet eerder vrouwen meegelopen hebben. Maar in 1909, toen de Vierdaagse ontstond, het eerste jaar, waren het uitsluitend mannen. Dus je krijgt ook, en dat is wel fraai om te zien, ook in de Vierdaagse zie je dus echt maatschappelijke bewegingen, zie je terug in de Vierdaagse. Dus rond deze tijd krijg je ook de vrouwenemancipatie, dat vrouwen zelf kiesrecht willen hebben. En eigenlijk in diezelfde tijd krijg je ook dat ze ook mee gaan lopen, dat het niet alleen iets van mannen is, die lichamelijke opvoeding. In 1932 is het Vierdaagse lied gecomponeerd. En hier zien we de oorspronkelijke, originele partituur. En het is de eerste keer dat die gepresenteerd wordt ergens. En dat is hier in ons museum. En hoe gaat het? Zal ik het laten horen? Is dit dan gewoon een soort van schaduw van leren? Ja. We kunnen ook nog meezingen. We kunnen nog meezingen, als je wil. Mijn stem is niet zo goed.
komt een motor mee van het nee. Die mag je lezen, dat doe ik niet. Ik ken eigenlijk alleen maar bij Lopen de Vierdaagse. Ja, ja, dat klopt. Ja, dit is eigenlijk het tweede couplet. Ja, oké, okay, dan gaan we dat zingen. Nee. Nee. En wat ook gewoon wel grappig is, dus kijk, dit soort dingen van, wat neemt iemand mee? Je kunt wat zwaarder bepakt gaan. En sommigen gaan echt voor het zo licht mogelijk, met alleen wat geld. Een muesli-reepje dan en wel toch reserve sokken zijn heel belangrijk. Die nemen ze bijna allemaal wel mee. Of dat we hier, dat zou jij misschien kunnen doen. Ruiken hoe de Vierdaagse ruikt. Ruiken? Ja. Ik moet gaan ruiken. Ja, dan kun je ruiken en dan. Ah. Ja. De kennismaking met de Vierdaagse is het voor sommige mensen. Het is voor sommige mensen de herbeleving van de Vierdaagse. Maar we hopen daardoor ook naar de Vierdaagse toe. Ook hopen ook dat misschien wel mensen die hier geweest zijn, die denken, nou ga ik ook die Vierdaagse slopen. In 1967 heeft Prins Klaus ook meegelopen met de Vierdaagse. Hij was toen net getrouwd en het was een soort onderdeel van zijn inburgering hier in Nederland. En Prins Klaus heeft zelf daarna gezegd, ja, eigenlijk een van de enige dingen die ik echt verdiend heb is het Vierdaagse kruisje. Daarom is hier echt, ja, het is echt een originele Vierdaagse kruis. Het is dus niet het kruisje wat we zo van de Vierdaagse Stichting hebben gekregen. Nee, dat komt echt uit het archief van het Koninklijk Huis. En dit kruisje lag ook naast zijn baar toen hij opgebaard lag waar bezoekers langs konden lopen. En dit was als een van de enige onderscheidingen, heeft natuurlijk heel veel gekregen, lag daar het Vierdaagse kruisje. In die Vierdaagse zie je ook echt maatschappelijke fenomenen zie je ook terugkomen. Zo is bijvoorbeeld in de jaren 80 waren heel veel mensen echt antimilitaristisch ingesteld. En met name hier in Nijmegen. Nijmegen was een hele rode stad. En dat betekende ook dat veel mensen ook langs de kant gingen staan. Omdat ze het niet leuk vonden dat er allemaal militairen liepen. En met name ook nog dat ze met geweren liepen. En daardoor krijg je zo'n organisatie als is het hier, aan die kant is het hier oorlog. Dus die stonden met t-shirts langs de kant. Maar er waren ook mensen die meeliepen. En degene die meeliepen van die organisatie vond het ook dus niks dat je in Kuik heb je zo'n pontonbrug gebouwd door de Fensie. Daar gingen ze extra niet overheen. Zij liepen helemaal om. Een ander onderdeel is ook de homobeweging. Je krijgt zo in de jaren 80 is tijdens de Vierdaagse feesten worden een paar homo's worden in elkaar geslagen. En dan krijg je een tegenreactie van de homo's die hier in Nijmegen wonen. En dat is eigenlijk weer het begin geworden, want de Vierdaagse liep altijd langs door de Van Welderenstraat, Villa Lila was daar, een beetje zeg maar, het bureau voor de homo-organisatie. En die gaan als tegenbeweging, zeker op de woensdag, als daar de Vierdaagse langslopen, roze kleden. En zo is de Roze Woensdag ontstaan. De doelgroep is, het is ook gericht ook op gezinnen en daarmee eigenlijk van jong tot oud. Want er is een aparte kinderroute, dus kinderen die hier komen krijgen een rugzak, die kunnen ze meenemen en daarmee kunnen ze door de tentoonstelling lopen. Maar het is ook voor hun ouders en grootouders interessant. Het is daarin ook leuk, dus voor diegenen die gelopen hebben. Maar ook voor anderen, we merken ook zelfs mensen die hier geweest zijn nu, die nog nooit, die wel heel lang in Nijmegen wonen, kennen die Vierdaagse heel goed van de zijkant. En die hier doorheen liepen, zoiets van hadden van, oh, misschien ga ik toch eens een keer meelopen. Dus ook voor die mensen is het ook echt op gericht ook. Grote blaren. Ja, dat klopt. Dat wil je niet altijd zien. Dus de verzorging is ook een thema? Ja, aparte verzorging. Heb je hier het gedeelte van het Rode Kruis, daar ook het gedeelte speciaal voor het leger. Heeft ook, dus overal op de route zijn natuurlijk zijn echt honderden vrijwilligers zijn bezig om mensen te verzorgen. En daar gaat dit thema over. Wat natuurlijk echt, ook het Rode Kruis, als je hier geven we ook aan hoeveel gebruikt is in 2015 tijdens die Vierdaagse. Dus als je het nou even hebt over je blaren, dan gaan we kijken 62.000 gaasjes die gebruikt zijn. Dan hebben ze ook 35 liter jodium en 20 kilometer van die leukoplast hebben ze gebruikt. Dat is veel. Dat is heel veel. Ja, dat klopt. Hier is het laatste stuk van de tijdlijn. 2006, misschien weet je nog wel dat het zo heet was, ja, dat de Vierdaagse afgelast werd. Groot drama voor veel mensen. En dat ze zo graag wilden lopen. En dat je nu ook merkt dat sommige mensen
bijvoorbeeld degene die het meeste aantal Vierdaagse tot nu toe heeft gelopen, de recordhouder, zou anders voor de 70ste keer tijdens de 100ste Vierdaagse mee hebben gelopen. Maar dat wordt nou de 69ste keer hierdoor. Hier gaan we, vanuit die tijdlijn gaan we hier nu eigenlijk de route op. Dus hoe die Vierdaagse is. En we starten altijd in het weekend voordat de Vierdaagse al begint, start je wel met de zomerfeesten. Want de zomerfeesten dat natuurlijk ook echt een belangrijk onderdeel is geworden van het totaalpakket wat de Vierdaagse is voor Nijmegen. In de laatste zaal kun je eigenlijk een beetje door die verschillende dagen lopen, die Vierdaagse lopers lopen. En je eindigt zelf op die Via Gladiola als zijnde zelfs. Een beetje zo die VIP die daar loopt en dat iedereen voor je applaudisseert en je ziet in de verte zie je de finish. Hier hebben we de woensdag, de roze woensdag. Mensen lopen in het roze. Maar ook, het is ook de dag van Wiegen. En op de dag van Wiegen krijg je allemaal een appel in Wiegen van de burgemeester. Dus vandaar ook deze foto die hier te zien is. Ja, alle lopers. De donderdag is de dag van Groesbeek. En daarmee ook echt de dag van de Zevenheuvelenweg. Die we duidelijk ook hier op wat foto's zien. De laatste dag, de dag van Kuik. De lopers gaan over de pontonbrug in Kuik. En komen dan hier in Nijmegen aan uiteindelijk op de Via Gladiola. Heel bekend ook de agent die staat te swingen. Iedereen die gladiolen krijgt. En iets wat je steeds meer ziet, dat bij het monument voor Vierdaagse op de wedren, dat heel veel de lopers daar allemaal hun gladiool neerleggen. Waardoor je daar weer een heel nieuw eendaags gladiolenmonument krijgt. Nou, we lopen hier, net als de Vierdaagse lopers zelf, over de Via Gladiola. En zo lopen we de Vierdaagse uit, maar ook de tentoonstelling uit. Uiteraard zijn er in het museum veel meer vaste en tijdelijke kunstwerken te zien. Een van die tijdelijke werken is Prop, een levensgrote prop van papier. Dit is de grootste prop ter wereld, weet ik eigenlijk niet. Het is van papier en het is een kunstwerk van Gerard Koek. Gerard Koek komt uit Nijmegen. Hij had die prop in Arnhem al gemaakt. En waarom denk je, ja, prop, hè? Kunstenaars die proppen maken. Maar dit is hedendaags kunst, dit is wat kunstenaars nu maken. En als je denkt aan heel traditionele beeldhouwkunst en je denkt aan beeldhouwers, aan beeldmakers, dan denk je natuurlijk al aan schilderijen die gemaakt zijn van olieverf of beelden die gemaakt zijn van brons of van uit steen gehouden. En ik vind zo'n prop ook een fantastisch ding, omdat het object de ruimte heel mooi inneemt en dat mensen verbaasd zijn als ze hier binnenkomen. Dan ga je naar archeologie kijken of je gaat naar schilderijen kijken of je gaat naar foto's kijken. En loop je hierboven over die galerij en dan zie je daar zo'n raar object. Het ziet er erg indrukwekkend uit, maar wat is nu eigenlijk de betekenis hiervan? Nou ja, ik zie hier niet zozeer betekenis in, maar ik vind het heel mooi dat die prop, en dat zegt Gerard Koek zelf ook, hè, bedoel, dit is, een ding is helemaal gemaakt van papier. En als je een marmer en kunstwerk uithoudt, dan kun je precies bepalen, tik, 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 hoe je dat allemaal doet. En als je dit maakt, hè, je maakt een prop. En misschien jullie zijn journalisten, je schrijft dus iets. En dan heb je een idee en dan denk je, ja, dat is niet goed, gooi hem weg. Dus een prop is ook eigenlijk iets van de dingen die je weggooit, die waardeloos zijn. En al die betekenissen van prop, hè, het weggooien, eigenlijk het niets. Maar ook een prop in het Engels, props in films. Ik word nou gefilmd door een camera. Dat zijn decorstukken in toneelstukken. Dat zijn ook allerlei taalaspecten die ermee spelen. En ik vind het sowieso heel mooi dat als mensen hier binnenkomen en je gaat, weet ik wat, naar archeologische objecten kijken, dat je in één keer zo'n fantastisch reusachtig object ziet, wat hoog boven je uittorent, wat hier op tafel staat. En waarbij je verbaasd bent over de vorm eigenlijk en wat zo'n ding doet met de ruimte. En het was ook heel spannend om deze prop hierin te krijgen, want uiteindelijk is hij hier met een aantal mannen heel goed over nagedacht ingebracht en ingetakeld. En Gerard Koek is dus de kunstenaar die het gemaakt heeft en het bedacht heeft. Maar tegelijkertijd speelt toeval en zwaartekracht natuurlijk ook een hele grote rol. Want die prop die gaat gewoon dingen doen die je niet meer in de hand hebt. En waarom is dit kunst? Omdat Gerard Koek zegt dat het kunst is. Volgens mij bepalen kunstenaars wat kunst is. En waarom is dit kunst? Ook omdat ik het vind en dat het in een museum is. En dat het... dat zijn altijd moeilijke vragen. Hè? Waarom is dit kunst? Omdat het zo is, denk ik. En
Als je hier ook rondloopt en je hebt die ruimte, het bestaat trouwens niet alleen uit die prop die op een serie kantoortafel staat, maar er zitten ook een aantal tekstwerken bij, die kun je denk ik op de camera ook zien daarachter. Hè. Dit is niet de eerste prop, hè. Zoals ik al zei, die prop in Arnhem had hij ook al gemaakt. En daarachter zie je een werk, daar zitten ook al kleine propjes in. Hè. En propjes, het is altijd een kunstenaar die eigenlijk op zoek is naar het punt waarbij iets is en waar iets niet is. Ik bedoel, ik ben nu constant aan het woord. Ik ben constant van alles aan het vertellen. Maar misschien zit in de stilte tussen die regels, daar zit misschien nog wel meer betekenis in al die dingen die je zegt. Nou, en dat is eigenlijk hetgene wat zo'n prop ook laat zien. Wat er niet is, is er misschien wel net zoveel als wat er wel is. Prop blijft niet voorgoed in Museum het Valkhof. Maar hoe gaat zo'n gevaarte nu eigenlijk verplaatst worden als de expositie voorbij is? Prop wordt in elkaar gepropt. Ja, dat kan hij ook, want hij kwam in elkaar gepropt hier naartoe. En daar wordt hij eigenlijk uitgevouwen. Dus die gaat als één geheel wordt hier weer ingevouwen. En ik weet niet wat de prop voor leven gaat leiden. Als de volgende keer dat prop dan weer uitgerekt wordt, zal hij er ook weer anders uitzien? Dan zal hij er weer iets anders uitzien. Hij zal nooit hetzelfde zijn. Maar dit is natuurlijk wel, die prop is wel zo gemaakt dat hij ongeveer deze vorm aan gaat nemen. Dus, maar hij zal nooit hetzelfde worden. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.